Hi iedereen. Het is vandaag de 31ste en het is al iets over vieren, maar eerlijk, ik had eigenlijk heel de dag niet zoveel zin om te gaan vloggen. Ik was een beetje lonely vandaag en ik moet er gewoon even aan wennen. Dus ik ben naar een museum geweest, de Melbourne Museum, en die was wel heel leuk. Een beetje voor kinderen wel, maar ik vermaak me daar ook wel. En ik ben nu hier en eerlijk gezegd, ik weet niet precies wat het is, maar het is wel heel mooi. Ik ben onderweg naar Fitzroy Gardens en daarna ga ik denk ik iets te eten zoeken. Ik moet even een beetje mijn draai gaan vinden nu, merk ik. Met mensen leren kennen. Het is een beetje moeilijk als je in een Airbnb zit alleen en verder ook niet heel veel dingen hier doet. Ik heb voor volgende week wel een tour geboekt naar de Great Ocean Road. Dus daar zal ik weer mensen leren kennen. En ik slaap volgende week ook de hele week bij Sharon. Dus ik denk iets minder alleen. Ik moet er gewoon even aan wennen. Dus vandaag misschien iets minder vrolijk. Maar het komt vanzelf goed. Het hoort er ook bij. En het is ook een beetje een uitdaging voor mij. Ik moet ik zeggen dat vloggen me best wel goed afgaat. Ook zo in public maakt me niet heel erg veel uit op een of andere manier. Dus ik blijf gewoon veel te lang doorpraten nu. Ik zal maar even stoppen. En ik zal nog even een stukje filmen van hier. Doei! Ik ben toch wel heel blij dat ik vandaag de deur uit ben gegaan. Nee, dat had ik sowieso wel gedaan hoor. Maar nou helemaal, want ik ben echt in een heel mooi park nu. Fitzroy Gardens. En ja, ik moet jullie gewoon even laten zien zo. Ik snap echt niet waarom dat er mensen daar lopen als je ook hier kunt lopen. Maar ja. Waar ik naar achter kom. Ik loop dus al, hoe lang ben ik hier? 5 dagen of zo met dit ding te sjouwen. Omdat dan alles een beetje stabieler wordt. En heb ik hem ooit gebruikt? Nee! Dus alles is gewoon super wazig en wiebelig. Dus ik ga eerst even dit ding klaarzetten, camera erop en dan spreek ik jullie zo meteen weer. Oké, ik heb echt een super rare constructie. Hij is zeg maar om mijn been naar hier geklemd. Ik weet niet of dit gaat helpen met minder bewegen en meer stabiel zijn, maar we gaan het zien. Ik ben na de laatste update, ik denk dat dat in het park was, ben ik op zoek gegaan naar eten. En ik heb lekker sushi gegeten. Helemaal niet duur. 3 van die grote rollen zeg maar voor $5. En toen ben ik daarna nog even supermarkt gaan zoeken. Want je kan niet naar Australië en dit niet eten. Dus dit ga ik zo meteen proeven op camera. Uiteindelijk is het nog best wel een goede dag geworden. Ik had er helemaal niet zoveel zin in. Maar ja, ik heb het best wel fijn gehad eigenlijk vandaag. En op een gegeven moment stond ook die ene dude van de Silent Disco voor mijn neus. En ja, heb ik nog met mijn oma gefacetimed en met mijn moeder. Dus dat was wel heel erg fijn om die even te spreken.
Verder heb ik ook eindelijk mijn Airbnb-host ontmoet. En die is ook hartstikke aardig. En heeft ze gelijk warmte gegeven aan mij. Er komt nou warmte. Ik laat het even zien. Daaruit. Ik weet niet of ik het goed film, maar ik denk het wel. Dus ik voel me weer een heel stuk beter. Morgen heb ik met Sharon afgesproken. Ik ga nog niet vertellen wat we gaan doen. Dat zien jullie in de vlog. Net of het uitmaakt, want het maar een paar seconden verschil in. Maar oké. En ik ben nou even bezig nog met mijn tweede vlog. Heel mooi shot nu. Op mijn website te zetten, zodat jullie het allemaal kunnen gaan zien. Is een goede toerie. Ik snap de uitschaduwers. Goedemorgen. Wat zijn we aan het doen? We zijn de bus aan het zoeken. Het gaat nog niet helemaal voor het plan. Nee. Maar we zijn er bijna. Oh, we moeten zelfs hier niet naartoe. Even kijken, volgens mij moeten we die hebben. 785. Oké. We zijn nu in Frankston. Mijn telefoon. Zeg wat anders. En volgens Sharon is dit de slechtste wijk van Melbourne. Yay! We hebben wel koffie. We hebben wel koffie. Lekker veilig. Nee, dat is wel veilig. Hè. Oh, maak je maar niet druk, man. Hebben. Deze moeten we hebben. Rennen. Oké. Okay. Yes, teamwork. Het is gelukt. Yay, we zitten erin. De bus. En waar gaan we naartoe? Mornington. Sharon moet het even om voor de hele bus hier, zodat iedereen het weet. We worden er nu al uit de bus. We worden eruit gezet. Is die waar? Is die waar? Nee. Wij voelen heel veel dingen aan, maar dat is niet waar. Nee. Nou kijk ik dan naar jou in het schermpje. Dat moet je doen. Ik ook. Nee, je moet naar dat ding kijken. Oh ja. Dat is beter. Ik verbrand echt mijn hand. Wil je hem uitzetten? Ik ook. Ik ga gewoon even zo staan. Roadtrippen. Met Sharon. Nee, ik ben Marloes. Met Sharon. Maar we zijn ook niet aan het roadtrippen. We zijn aan het wandelen. Nog steeds. In de regen. Door Mornington. Sharon is helemaal blij. Sharon houdt van regen. Yes, I love it. Kijk, kabouter. Zo cute. Sharon heeft me iets heel belangrijks geleerd. Meer kleine. Dit zit gewoon op mijn backpack. Mornington is wakker, denk ik. Weet ik al zeker.
goede avond. Welkom in Sharon's huis. Of ja, in ieder geval waar Sharon aan het huis zitten is. Ik heb besloten om hier te blijven vanavond. Want, oh, hier is weinig licht. We willen morgen naar de kapper. Ik moet nog maar even kijken of dat allemaal gaat lukken. Of de kapper überhaupt plek heeft. En we wilden sowieso morgen even een dagje samen nog zijn. Dus het leek me best wel handig om gewoon hier te pitten vanavond. Aangezien ik hier ook heb gegeten. We hebben dus echt een heel leuke dag gehad vandaag. We zijn naar het strand geweest. En we hebben nog een trail gelopen. En wat hebben we nog meer gedaan, Char? Sharon? Wat hebben we gedaan? Geen kogeluiden. We hebben gechilled, gegeten. Een wijntje gedronken. Oh, ik loop wijn, al. Wijn, cola, water. Ja, precies. Super nuchter. En nu gaan we bijna slapen. Dus dit is even de afsluiting van mijn vlog. Van vanavond. Maar aangezien dit een vlog gaat worden van minimaal 3 dagen. Ga naar weg. Kom hier jij. Dacht ik. Laat ik dit afsluiten op een of andere manier. Nee, jullie zien nog genoeg. Moet je nou weer de boel entertainen? Oké. Ja, dat is echt een idioot. Slaap lekker iedereen, ook al zien we het misschien wel als je wakker bent of niet. Ja, we hebben een fles wijn gedronken. Misschien moet ik dit eruit knippen. Misschien ook niet. Tot morgen. Doei. Goedemorgen. Goedemiddag iedereen. Goedemiddag. Middag. Het is iets over 12. En vandaag begint weer een nieuw avontuur voor Marloes. Marloes gaat naar de kapper in Australië. Yay! En wat gaan we doen? Dat. En ook hierop. Dat wordt vast een succes. Ja, het regent weer. Meer nieuws heb ik niet. Oh ja, ik heb bij Sharon geslapen vannacht. Ik weet niet of ik dat gisteren nog had gezegd. Lekker comfortabel, wel even wakker voor door de kat die het nodig vond om bovenop mij te gaan springen. En dan zijn we onderweg naar de trein, naar de tram. Trein. Trein. Oké. Rabbit. Doei. Je mag nog wel zwaaien. Sharon. Hoe is dat? Ik denk dat het allemaal goed gaat. Ik zal mezelf ook maar even filmen. Ja. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Tot straks. Goedemorgen iedereen. Het is 3 september vandaag, 11 uur, zoiets. En ik sta aan de kant van de werkstation. Super fijn. Eerste vlog met mijn nieuwe wilde haren. Ik ben op de bus aan het wachten, want ik ga zo meteen naar St. Kilda. En daar ga ik een vriend van Sharon, maar als het goed is ken ik hem ook, van heel lang geleden, ontmoeten. En hem een beetje St. Kilda misschien ook. De rest van Melbourne laten zien. Ik ben net vanuit mijn Airbnb naar Sharon's plek gegaan. Oh, die auto is hier verschrikkelijk. En daar heb ik mijn spullen gelaten, want daar blijf ik dus de hele week. Mijn trui is al kapot en mijn hand al, want Frankie de kat vond het leuk om met me te spelen. Maar goed, dus ik ga zo meteen de bus en ik weet niet of ik heel veel ga filmen, want ik weet ook niet of hij dat chill vindt. Dus we'll see. Nou, see you later. Bye bye. Hallo, goedemiddag. Ook namens Wouter. Hallo. Ik heb hem gevonden. Gevonden. We zijn al even aan het lopen hier.
heb hem Saint Kilda een beetje gezien. En wat weet je ervan? Ik vind het echt geweldig. Het was niet echt sarcastisch, denk ik. Nee, het was echt tof. Ik vind het echt... Je bent sprakeloos. al die indrukken hier, geweldig. Ze zijn even pinguïns gaan zoeken, maar ze waren er alweer niet. Dus ik ben heel verdrietig. Nee, het valt wel mee. Maar we moeten een keer terugkomen tussen 7:30 en 8:30. Ja. Dat zou moeten werken. En weet je wie hier is? Een hele bekende vent uit Nederland. En ik dacht eigenlijk dat hij wel een keer voor mij zou komen. Alleen dan misschien met Huub erbij. Maar hij is er nu al. Dus ik denk dat hij niet nog een keer gaat terugkomen. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed. Onze echte, enige echte Robert ten Brink. En ik ben nou echt letterlijk op hoeveel meter is het? Nou, dat zou het zijn. 100%. Ja, nee. Minder. 50 meter afstand van Robert ten Brink. En we gaan hem nou stiekem proberen te filmen. En nou een beetje zachtjes, want anders een beetje verschut. Want dan staan wij zo op de camera. Oh, dat is vet. Dat is echt Inception. Alleen dan met de vlog. Mooi dat hij ons voor komen staat. Ja, we gaan eruit, hè. Oké, zeg je doei. We hebben de crew gevonden. We blenden in. Alsof we dit al jaren doen. Niemand heeft door dat wij hier niet bij horen. Niemand. Je schaamt je helemaal kapot voor mij. Nee, team All You Need Is Love. Of iets anders met Robert ten Brink. En liefde. Doei! Goedenavond. We zijn in een hidden bar. Wat is een hidden bar? Dat vragen wij ons af. Vertel. Nee, die is goed. Wat is dit? Entree. Oké, okay, let's go. Oeh, we moeten een bel zoeken. Het heet de Berlin Bar. En we. Misschien moeten we hier gewoon naar binnen. Maar misschien ook niet. Nee, niet. Dat is spannend. Maar oh, hier. Hier is een bel. Oké, wacht. Ik moet even de volgende shot klaarmaken. Dit duurt echt heel lang. Spanning, sensatie. Guys, we made it. Dit is gelukt. Ik weet niet wat ik hier moet zeggen, maar ik zal wel even wat meer laten zien. Ik geloof je niet. En dan de mijne. Salut. Oh. It's a rollercoaster. Wat zei je, Sha? Het lijkt alsof ik dronken ben. En ben je ook? Ik ben super lekker. Hij uitbrandt, ja? Zo, dat was echt refreshing.